gaan meteen naar het Vlaamse Wetteren. Daar was het vandaag spannend voor de bewoners na de ramp met de giftrein dit weekend. Wordt het evacueren of niet? We gaan naar Wetteren en daar staat onze verslaggever Ronald Snijders. Ronald, aan jou de vraag, hoe is het daar? Ja, ik sta niet helemaal in Wetteren nog. Ik ben hier in Ouderkerk aan de Amstel. Ja, de sfeer is hier bedrukt. Oké, wacht even. Maar je zou op dit moment in Wetteren zijn en je staat dus hier nog gewoon om de hoek in Ouderkerk en Amstel. Ja, ik ben onderweg. Maar ja, je moet je goed voorbereiden natuurlijk. Het is een soort, het is natuurlijk allemaal gifgas daar. Het is een soort Fukushima. Daar wil je niet zijn. Maar het is nieuws, dus ik ga er zeker heen. Even voorzorgsmaatregelen. Ik heb een gasmasker. Ik heb gasdichte kleding. En dan ga ik. In Wetteren. Ik heb het in Wetteren. Ja, mensen worden as we speak geëvacueerd. Ik heb hier, net hier een man gesproken die op internet heeft gezien dat er toxische waarden worden gemeten die 8 maal hoger zijn dan dodelijk. Dat wil je echt niet, Jan-Jaap. Een andere man vertelde me net dat hij op het nieuws gehoord heeft dat de machinist gewoon door een sein is gereden. Dat is het laatste nieuws. Mensen moeten naar sporthallen met het broodnodige. Mensen worden opgevangen in hotels in de regio. Het is absolute chaos. Oké, goed. Maar je gaat dus wel naar Wetteren, toch? Ja, ik ga zeker. Er zijn op dit moment in Wetteren 1 dode en 102 gewonden gevallen... die waarschijnlijk met het extreem giftige acrylnitriel in aanraking zijn gekomen. Als je het inademt, dan ga je 8 keer dood. Dus dat wil je echt niet. Maar goed, natuurlijk, ik ga erheen. Het is nieuws. Even afrekenen. In principe ben ik dan zo weg. Heel goed. Dankjewel, Ronald Snijders. Op dit moment nog in Ouderkerk aan de Amstel. We komen zo meteen bij je terug. Als het goed is gaan we op dit moment weer naar ons verslaggever Ronald Snijders. Die als het goed is voor ons in Wei. Ronald. Ja. Waarom ben jij hier? Ik ga niet naar Wetteren. Nee. Ze zijn nog geëvacueerd. De mensen in Wetteren zijn zelf ook niet in Wetteren. Ja. Dus? Ik ben ook niet in Wetteren. Nee. Participerende journalistiek. Okay. Maar de opdracht voor jou was in principe om naar Wetteren te gaan, hè? Er is daar gifgas. Ja. Dus dat is... de mensen worden nu een beetje weer naar hun huizen teruggeleid, heb ik begrepen. Ja, ja. En ze gaan dus per huis bekijken of het veilig is. Ja. Dus dan sta je in een veilig huis, dan gaat het raam van de buurman open, sta je in zijn gas. Dat is kutspul, hè? Gifgas. Dat is echt... Oké. Okay. Nee. Dat snap ik, maar je bent gewoon verslaggever, toch? Ja, maar verslaggever houdt van mij op bij gifgas. Oké. Okay. Ik ben achtergekomen. Dat is toch van mij een soort grens. Ja. Ja. Als er een vulkaan openbarst, ga ik ook niet op mijn knieën in het lava staan. Nee, oké. Okay. Maar ik neem aan, je hebt een passie. Je bent journalist, toch? Je hebt drijfveren. Klopt, ja. Gifgas is niet mijn drijfveer. Okay. In de eerste plaats ben ik journalist. Ja. En in de tweede plaats ben ik laf. Oké. Gewoon laf. Nou, laten we dan afspreken dat je volgende week op woensdag dan woensdag gehaktdag doet. Woensdag gehakt, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk om. Ja? Ja. Oké. Iedere woensdag actueel. Kijken we dat of we dat erin kunnen krijgen voor volgende week. Dankjewel, Ronald Snijders.